Welkom bij Dream School. De klas krijgt les van presentator en journalist Natasha Gibbs. Zij leert hen interviewtechnieken, omdat het stellen van de juiste vragen erg belangrijk is in het leven. Natasha zoomt in op iedereen en dus ook op Madelon, die eronder uit probeert te komen. Je mag jezelf dingen gunnen. Waarom draai je met je ogen? Oh nee, ik draai het niet met mijn ogen. Is het de aandacht die ik je nu geef? Is het dat de rest van ik hou niet van aandacht. Ik vind dit gesprek ook alweer veel te lang duren, eerlijk gezegd. En Lucia doet er ook alles aan om ze uit hun comfortzone te halen. Maar afhankelijk hoe gefocust ik ben... Natasha vraagt iedereen hoe ze het interview hebben ervaren. Wat is het belangrijkste dat jij hebt meegenomen? Ik vond het een leuke les. Ik dacht dat het ook moeilijker was. Maar interview gaat best wel, denk ik, vanzelf. Ja. Vragen stellen gaat vanzelf. Ja. Antwoorden geven niet, hè? Nee, niet altijd. Weet je nog die allereerste vraag die ik je stelde aan het begin van deze les? Die ongemakkelijke vraag? Ja. Wat nou als ik je vraag, wat is het allerverschrikkelijkste in je leven wat je hebt meegemaakt? Dat is een klote vraag, toch? Nou, een moeilijke vraag. Ja. Toen Jonda nog geen half jaar oud was, verongelukte zijn vader. Hij heeft hem nooit gekend en weet dus eigenlijk niet precies wat hij mist. We kennen elkaar nu ietsjes langer. Mag ik hem nog een keertje stellen? Ja, ik zou wel kunnen zeggen, mijn vader is overleden. En dat het meest verschrikkelijke is. Maar of dat het meest verschrikkelijke is, dat weet ik zelf ook niet. Lijkt me behoorlijk verschrikkelijk. Ja. Bepaalt de dood van je vader wie je nu bent dan? Deels wel. Op welke manier? Bijvoorbeeld dat ik misschien wel een schop onder mijn hol heb gemist en daarom nu hier zit. Dat je de kantjes er niet vanaf loopt. Ja. Dat je... En dat ik gewoon mijn huiswerk had gemaakt en mijn school goed had afgemaakt of wat dan ook. Het zit in jou. Ja, maar... Ja. Die draak, die is er. Dat ben jij. Daar heb je in zekere zin niet een trap onder je reet nodig. Wat je nodig hebt, is geloven in jezelf. Ik heb wel het gevoel dat ik even, heel even... in hun harten en in hun hoofd heb mogen kijken. En zij bij mij. Zet hem op. Na de les roept Davy iedereen bij elkaar om de troep in de keuken op te ruimen. We gaan taakverdeling doen dat mensen gaan afdrogen en afwassen. Mensen zorgen dat tafels schoon zijn. En mensen zorgen dat de spullen worden teruggelegd op de juiste plek. Goed hoorbaar. Oké? Let's go! Iedereen gaat aan de slag. Maar Anouk en Demi zijn duidelijk druk met andere zaken. Davy wilde wat van zeggen. Ga ik de beest uithangen? Vind ik wel leuk. Gooi die agressie eruit. Je hebt heel veel volgens mij. Maar het is best wel kut dat gewoon dus steeds dezelfde mensen dit soort shit aan het doen zijn. Ja, en zij hebben al maar 2 dagen waarvan er dan 1 weggerold. Ik ga het voor, hè? Sensatie, jongens. Het is het woord. Anouki. Anouk. Nee. Wil je meehelpen daar? Nee. Ja? Nee. Ja? Nee. Dus iedereen moet die hele tijd alleen de rommel opruimen, maar jij niet? Nee, maar ik heb gewoon de tafel schoongemaakt en dan een plant opgezet, hoor. Ja, dus alleen die tafel schoonmaken, dan gaat het draait om. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, maar het is meer dingen. Maar dan heb ik toch iets gedaan? Gevraagd, dat doe je lekker niet. Nee, dat doe ik prima. Inderdaad. Ja, goed, hè? Maar je moet wel weten dat er iedereen irritaties aan je heeft. Jij komt hier met grote bek. Ja. Jij moet dit, jij moet dat. Ik moet helemaal niks. Ik moet helemaal niet doen wat jij zegt. Hoor je mij of niet? Nee, doe gewoon normaal. Ga lekker je eigen kanker zo opruimen en laat mij met rust. Ja, moet je niet gelijk... Oh, iedereen heeft irritaties aan je. Ja, dat is wel zo. Want je ruimt geen flikker op en jij maakt een rotzooi. Ik ruimt de mensen wel op. Succes. Ja, love you long time. Bye bye. Doei. Ik snap zijn irritatie wel. Ja, ik snap zijn irritatie ook. Maar ik kom hier net binnen en ik moet gelijk gaan lopen schoonmaken. Ben je gek? Ik kan op zijn minst vragen van hoe gaat het met je of niet? Ja. Nou ja, kijk, ik heb ook geen zin om schoon te maken, maar... Ja, maar jij doet het toch ook niet? Nee, iedereen zo zijn positie, toch? Nou, zet je ze aan opruimen, maar ze voelt jij het goed om opruimen. Ja. Maar het is ook aan jullie om er iets van te zeggen, weet je. Want ik kom er nou over, heet hij. Maar jullie mogen er ook iets van zeggen. Ja, dat weet ik. Kan iedereen gewoon mijn naam uit zijn mond halen ook? Jezus. Nee, ik hoor alleen maar pe. En 66 is niet te mooi om te werken. Ja, dus je kunt om elke boer of bakker zeggen, nee, ik doe dit niet, doe dat niet. Ja, flikker lekker een heel eind op.
Anouk is deze vrijdag nog opkomen dagen. Niet echt voor de lessen en ook niet om af te wassen, maar voor Aram zo te zien. Je hebt geen wimpers op? Nee. Dat is mooier. Ik wel. Ik vind het voor wel. Deze ontluikende liefde valt Lucia ook op. Ja, ja, dat groeit wat. Ja, ik voel het ook hoor. Ja, jij voelt het ook, hè? Ja, ik voel wat spanning hier. Het is jouw leukste. Op het moment dat ik dus zie dat Aram aangeraakt is, zal ik maar zeggen, in zijn kwetsbaarheid. Door Anouk, haar geuren. Ja, hou ik mijn hart vast. Ik denk, oh. En dus deelt Lucia haar bezorgdheid met Erik. Aram is helemaal gehypnotiseerd. Dennis. Je kan daar niks voor zeggen, want dat is allemaal. Hebben wij daar een verantwoordelijkheid in, omdat dat het in ieder geval veilig gaat? Ja, ik weet niet hoe serieus het is, maar dit kan goed misgaan. Ben gewoon lief, verzorgend. Gewoon, je doet iets met me. Zij heeft hem helemaal zo. Ja, ik zal dadelijk tegen hem zeggen dat, mocht je plannen hebben, je gebruikt wel een kapotje. Ja. Tenminste, ik weet niet of ze dat woord nog, dat is 1970 kapotje, maar in ieder geval condoom dan. Ja. Hij is een soort magneet voor haar of zoiets. Ze springt boven op hem en het is zoenen en flirten en gekkigheid. Op de vrijdagmiddag. Andere spanningen lopen ook op. Davy en Latoya doen hun beklag bij Erik en Lucia. Het gaat over het afwassen en de keuken opruimen. Ik vind het een beetje vervelend dat sommigen gewoon zoiets hebben van, nou, ik heb die troep niet gemaakt. Dat ze ook gewoon aan mee hebben gedaan. En dan vervolgens zeggen van, ja, dat is niet mijn probleem. Ik ga gewoon naar hem doen, ik heb de scheid aan. Bijvoorbeeld aan die Anouk, als ik haar aankijk, krijg ik al bijna de rilling over mijn rug. Mm-hmm. En dat had ik in het begin helemaal niet. In het begin kon het best wel goed met Anouk, maar dat is echt loop van de tijd. Ik vind dan zo, als je lessen mist, dan hier al aankomen en gewoon gelijk, ik vind je een toontje op de plaats maken. Hè? Wie denkt wel niet dat je bent? Wij zijn nu al de hele dag bezig om in ons te werken. Jij komt hier aan en ik denk dat ik een grote bek te kunnen geven. Jullie boodschap is helder en die mag je ook hebben. En nu moeten wij even kijken hoe we dat oppakken. Ja. Dus dank daarvoor. Super. En nu? Hij verwoordt precies wat ik vind. Dan halen we het even naar boven. Nee. Ik vond er vrij weinig voor, want als we nu weer met haar zitten, duurt het 40 minuten. Dit weekend gaat ze weer geschrift doen en maandag komt ze weer helemaal suf naar school. We kunnen het weer voeren, dat gesprek. Ja, en tegelijk, we kunnen niet, als zij bij ons komen, het laten liggen. Want zij verwachten van ons dat wij hun ook beschermen daarin. We gaan even een rondje doen. Kijken wel wat we tegenkomen. En we kunnen het niet zo laten. Het is 5 vrijdagmiddag. Nee, dus zo werk ik niet. Dat doen ze op die school bij jou. Ja. Erik en Lucia treffen Anouk en Demi aan in de chillruimte. Kom, Anouk. Blijf het aan! Ja, is goed. Laat maar even uit. Goed zo. Ga even mee? Kom maar. Lucia zet ze aan het werk. Ik heb er niet echt zin in als ik eerlijk ben. Ja, maar dan ga je. Waarom moeten wij dit nou doen? En als je die dan even leeg gooien? Waarom moeten wij dit nou doen? Soms moeten we gewoon dingen doen in het leven. Nou. Huh? Kijk eventjes. Ja, daar ga ik dus echt niet aan beginnen. Dat ligt er al 3 dagen. Ja, nee, Lucia, ik kan dit niet hoor, sorry. Doe jij dat maar wegspoelen, dan doe ik de rest. Je wordt daar niet ziek van? Nee. Wat sta jij nou te doen, Luus? Ja, ik spoel even voor. We hebben... Alsof dadelijk mag het niet van Erik. Anouk, we hebben een afspraak gemaakt. Ja, sorry hoor, sorry. Jij kan... Anouk? Nee, ik kan het niet aan. Ik wil best afwassen, maar dat spul wat daar nu in de bak ligt, dat kan ik niet aan. Ik ben echt veel te verwend voor dit. Voel je je te goed voor dit? Nee, ik zeg ik ben veel te verwend voor dit. Verwend? Wat betekent dat? Dat je niet iets kunt? Ik hoef dit gewoon nooit te doen. Ja, maar vandaag wel. Ik kan dit gewoon moeilijk, niet. Moeilijk, hè, om even te focussen. Nee, ik vind het gewoon vies. Gaan we zo even kijken. Ja, dat kunnen jullie wel, hè? Samen. Erik besluit Aram ook nog met een boodschap het weekend in te sturen. Wij hadden alles in de gaten, hè, op Trimscom.
Ja. Als je als volwassen man het pad op gaat, dan zorg wel dat je, mocht je een vriendin krijgen met elkaar in bed belanden, zorg wel dat het fijn gebeurt. Hè? Nee, dat is de taak van jou. Geef me de seks talk. Nee, helemaal niet. Ik geef je advies. Nee, omdat ik je de wereld gun. Ja? Ik snap het. Dus beloof me dat wat je ook doet, dat veilig gebeurt. Naar haar toe, naar jou toe. Ja? Beloof je het me? Ik beloof het. Komt goed.